Terwijl de Duitsers hier zaten, in het kasteel, we hebben hier een tuinmanswoning, daar zaten de Joden ondergedoken. En die hebben hier de hele oorlog ondergedoken gezeten, terwijl de Duitsers zeg maar op een steenworp afstand hun bivakkeerden. En dat is nooit ontdekt? Dat is nooit ontdekt. Onze regio kent veel speciale plekjes met fraaie verhalen en bijzondere mensen. In Op de Kaart rijden we kriskras door de regio om die verhalen te verzamelen. Wat leeft er bij de mensen? Hoe gastvrij zijn ze? En waar zijn ze trots op? Want er is nog zoveel moois te ontdekken in onze regio. Dat is Op de Kaart. Hallo mensen, het is vandaag slecht weer. Maar dat maakt ons niet uit, want we hebben onze prachtige bus. En we gaan weer op reis. Jee! En als wij op reis gaan, dan nemen wij mee een Pim. Dag lieve mensen. Dat zeg je lekker, Pim. En we nemen ook mee een Annelies. Dag lieve mensen. En ik mag ook weer mee, daar hebben we zin in. We gaan vandaag naar Oegstgeest. Of is het Oegstgeest? Oegstgeest, toch? Oegstgeest. Let's go. Oegstgeest ligt vlakbij Leiden en er wonen bijna 25.000 inwoners. Wiki Pim, ja, ben je wakker? Ik ben wakker. Ja, wat kan je ons vertellen over Oegstgeest? Behalve dat Jan Wolkers en Theo Maas daar vandaan komen. Nou inderdaad, die zijn er geboren. Twee bekende Nederlanders uit Oegstgeest. Maar verder wonen er nog 25.000 andere inwoners op dit moment. Oké, nou, die moeten we dan allemaal even leren kennen. Mijn handjes schudden. Ja, de mensen in Oegstgeest zijn bovenmiddeld gelukkig, 89%. Dat blijkt ook wel, want uit een onderzoek van 5 jaar geleden blijkt dat het de beste gemeente is om in te wonen. Ah. En na Wassenaar hebben de mensen ook nog eens het meeste inkomen per bewoner van Zuid-Holland. Dus... Het is een beetje toch geld maakt gelukkig of gelukkiger met geld dan zonder geld misschien? Ja, het is wel makkelijk blijkbaar. Het is ook... een plaats waarin Oud Poelgeest ligt. Ja, daar zijn wij wel eens geweest. Prachtig. En dan heb ik wel iets anders voor jullie misschien. Moet je maar kijken of dat wat is. Iets met eten? Ik las dat de brandweer, ook leuk. De brandweer bestaat 300 jaar. Oh. In Oegstgeest. Mannen in uniformen, Annelies. Ik ga hem gewoon asociaal op de stok neerzetten. Of is het heel aso? Kan dat zo? Get down, baby. Nou, ik denk wel dat hij een beetje in het zicht staat zo, maar dat maakt niet uit. Pimmetje, kom er maar uit. Dankjewel. Als jij nou eens even kennis gaat maken hier met alle mensen in Oegstgeest, ga ik even koffie zetten voor de mensen. Joe! Wat typeert een Oegstgeestenaar? Ja, het zijn over het algemeen wat hoger opgeleide, rustige mensen, denk ik. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Dat is gewoon een heel prettig mens die loyaal is, betrokken is, meehelpt. Je kent gewoon heel veel mensen, omdat het gewoon iedereen zit bijna op de hockeyclub of de tennisclub of de voetbalclub. En ja, ik vind dat gewoon leuk. Iedereen wordt lekker dicht bij elkaar. Hoeveel koffie moet daarin, Lies? Ja, ik hou van een stroopwakkie. Hij loopt. And now we wait. Uit onderzoek is gebleken dat 89% van de mensen in Oegstgeest bovengemiddeld gelukkig is. Dan behoor ik tot die 89%. En wat zegt dat? Dat het een uitstekende omgeving is en dat we elkaar ook de ruimte geven om te mogen leven zoals we leven. Nou, het gaat gewoon gezellig hier. Ja, ik woon hier al mijn hele leven. Ik zou hier niet weg willen. U had het net over hoogopgeleide mensen. Er wordt ook gezegd, er is heel veel geld in Oegstgeest. Nou ja, het is maar net hoe je het bekijkt. Er komen natuurlijk ook heel erg veel mensen uit Amsterdam. Hè. De meeste huizen die niet te kopen komen, daar komen bewoners uit Amsterdam. Je moet natuurlijk geld hebben om hier een huis te kunnen kopen, dat is duidelijk. Maar ja, als de mensen daar hard voor werken, dan is er ook niks mis mee. Want er is veel geld. Ja, redelijk veel geld. En zijn de mensen daardoor ook wel vaak bekakt? Valt het wel mee? Zegt men, maar het is niet zo. Kijk eens, hoe drinkt u de koffie? Kijk eens. Oh, lekker speculatie. Ja, toch? Dank je wel. Ach, gosje. Hallo, boefie. Hallo, mag u een koekje? Kijk. Ja, hallo, kom er gezellig bij. Wil je koffie? Je hebt behoefte aan wat extra liefde, dus je hebt er twee. Kijk, dat bedoel ik. Is dat echt zo? Ja, ik heb er eigenlijk drie. Eigenlijk drie? Ja. En bent u alleen? Of heeft u... Nee, toen waren we nog samen, maar mijn man is opgenomen in het verzorgingshuis. Hé, Gertje. Dus, maar die hebt dat nog wel meegemaakt. Dus daarom zijn die honden ook heel belangrijk voor mij.
Ja, dat begrijp ik. Ja. Wat heeft uw mama als ik vragen mag? Nou, die kan niet meer lopen. Oh jeetje. Dus hij gaat ook niet meer, komt ook niet meer thuis. Ach, dus de honden bieden u nu ook heel veel troost. Ja, ja, ja. Kijk zo, proost. Wil je er wat in? Melk? Jazeker. En shih tzu, hallo, word jij uitgelaten door de baas? Dus ik moet naar leraar. Door amaalkliertjes waar ontstoken. Och jeetje. Hallo kleintje. De wat? Amaalkliertje. Ja. Moet even uitgeknepen worden. Getver. Ja. Met de koffie. Ja, met de koffie met een koekje erbij. Ja, ik ben er nou toch. Dag dokter, kunt u mij dan nou kleren even uitknijpen? Nee, natuurlijk, joh, maar eerst koffie met een koekje erbij. Een bezoek aan oud-poelgeest mag vandaag niet ontbreken. Maar helaas voor Pim regent het pijpenstelen. Het maakt deze plek gelukkig niet minder mooi. Kijk, dat is... Dit is, ja, leuk. Daar kan je ook kijken, Pim. Superleuk. Waar is daar? Daar. Daar. Ja, succes, hè? Ja. Tot straks. Pim gaat op stap met Jeroen Schuit. Hij is een van de vrijwilligers die zich inzet om dit gebied zo betoverend mooi te maken. Jeroen, en dit park wordt dus door allemaal vrijwilligers onderhouden? Ja, door elke twee weken hebben we een dagdeel. Dat is meestal een ochtend, maar ook één keer een middag. Dat verspringt elke twee weken. Komen we hier met vrijwilligers bijeen en dan doen we eigenlijk het... Zeg maar het onderhoud, niet het maaien of zo, maar wel het onderhoud, het snoeien, het weghalen van de brandnetels en de bramen, allemaal dat soort dingen, het schoonhouden van de paden. Dus je blijft weten, het is nooit klaar. Het gebied rond Oud-Poelgeest is voor iedereen toegankelijk. Dat is fijn, maar Jeroen heeft soms ook minder leuke ontmoetingen. Een maand of drie, vier geleden stond ik hier voor het kasteel met iemand te praten. En ik zie, het was trouwens net zo weer als nu, ook in de regen. Takkenweer. En ik zie opeens een meneer, of een, ja, ik wist niet dat het een meneer was, maar ik zag dus iemand met een auto het bos inrijden, gewoon het park inrijden. En toen ben ik op een holletje achteraan gegaan. Toen was het een wat oudere heer. En toen ik hem aansprak, zei meneer, u rijdt gewoon in een park met uw auto, dat mag helemaal niet. Ik zei, ja, hoe moet ik dan mijn hond uitlaten? Het regent. Nou ja, dat soort mensen heb je hier dus ook, die helemaal geen enkel begrip hebben van, nou ja, wat ze hier aanrichten met het rijden van een auto op bospaden. En hangjongeren, die zijn er ook. Nou ja, laatst sprak ik iemand aan, die was met zijn scootertje hier gezellig. Ja, ze genieten, zij vinden het zelf dus ook een mooie plek om te zitten. Dat begrijp ik ook wel, met uitzicht op het kasteel. Je zit er in het zonnetje op een bankje. Ja, en dan... Vroeg hij keurig netjes, toen ik hem erop wees dat hij niet met zijn scooter daar mocht rijden. Van, mag ik dan wel eerst even mijn jointje roken? Nou, ik zeg tuurlijk. Nou, fijn meneer, dan ga ik zo meteen weg. De hangjongen uit Oegstgeest, die spreken met twee woorden? Die spreken zeker met twee woorden. Het kan allemaal bij Oud-Poelgeest. Ja, een beetje flexibel moet je zijn, toch? Binnen in het kasteel wil Jeroen graag een bijzondere ruimte laten zien. Nou, dit is de drakenzaal. En gezien de afbeeldingen begrijp je ook waarom die drakenzaal heet. Overal ziet hij hier draken, verborgen, plafond. Alles is hier, alles is hier gebaseerd op draken eigenlijk. Hè? Dat was toen heel bijzonder. In de oorlog, terwijl de Duitsers hier zaten in het kasteel, we hebben hier een tuinmanswoning, daar zaten de Joden ondergedoken. En die hebben hier de hele oorlog ondergedoken gezeten, terwijl de Duitsers zeg maar op een steenworp afstand hun bivakkeerden. En dat is nooit ontdekt? Dat is nooit ontdekt. Het huisje, ja, dat ligt nu helemaal in het donker, in het groen verscholen, maar dat is de tuinmanswoning. Daar woonde dus de tuinman die dit allemaal onderhield. En wel moedig van die tuinman. Ja, heel, heel bijzonder. Ik bedoel, echt hele eenvoudige mensen, maar... wel het hart op de goede plaats. En heel, heel erg moedig. Er zijn foto's van, zie je dus Duitse soldaten op de vensterbank zitten van de tuinmanswoning. Terwijl binnen mensen ondergedoken zitten. Dus dat is toch wel heel moedig en heel bijzonder. Oud-Poelgeest is een bijzondere plek met een rijke geschiedenis. En zo ontzettend mooi, zelfs in de regen.
Achter de winkelstraat ligt de Oranje-Nassau-wijk. En hier moeten we zijn. Aandachtspuntje in de gemeente Oegstgeest is eenzaamheid. Dat is overal wel zo, maar hier blijkbaar nog net iets meer. En met name ook in deze wijk, schitterende wijk. Maar toch kampt die blijkbaar een beetje met eenzaamheid. Dus we gaan eens even een klein beetje op onderzoek uit, Liesje. Het onderzoek pakken we als volgt aan. Hallo. Ik ga aanbellen en vragen of ze het herkennen. En we worden al snel binnengelaten. Gastvrij? Dat zijn ze in ieder geval wel. Ik weet dat er inderdaad veel ouderen zijn die alleen wonen, maar die respecteren hun vrijheid, hun privacy. Ja, ja. En die zijn niet gesteld op, vinden het prima, een praatje op de straat als je ze tegenkomt. Maar dan nooit een uitnodiging naar huis toe. Ja. Maar heb je het idee dat hier mensen een beetje eenzaam zijn? Nee. Dat is ook een antwoord. Nee. Helemaal niet zelfs, zie ik aan je gezicht. Nee, geloof het niet. Dat klinkt tot nu toe goed. Maar niet iedereen is het daarmee eens. We wonen hier al samen sinds 1968. Oh, dus kijk eens aan. En toen kende je eigenlijk iedereen die in de buurt. Dus bij wijze van spreken een stuk van hier tot daar. Ja. En wat er voor je en achter je is, dat kende je. Ja. En men was gewoon ook om zich voor te stellen dat men kwam. En dan even ook een praatje te maken. En niet alleen maar zeggen, ik heet Piet. En dan moest je het mee doen. Ja. En de laatste tijd komen er allerlei mensen. Bijvoorbeeld mensen in dat huis. Aardig, maar... Ik weet het niet. Ik zou ze niet op straat herkennen. Die zeggen niet moe, maar interesseert ook helemaal niet wie er verder wonen. We zijn bijvoorbeeld nooit bij onze directe overburen nog uitgenodigd. Die wonen ook al 3 jaar. Jawel, maar daar hebben we contact mee. Ja, met, pardon, met zijn schoonvader. Ja. Maar het is toch wel vaak als je ook vanaf een buitenstaander zeg maar binnen in Oegstgeest komt. Dat is toch wel moet je even integreren? Ja, ja, het is altijd wel. Het zijn toch wel een soort aparte mensen. En dan komt de ultieme oplossing tegen eenzaamheid: gewoon aangefietst. Ik ben de vrijwilliger. Oh, echt? Ja. Ah, en jullie maken dan een gezellig rondje Oegstgeest? Ja, een stukje. Ja. De mensen die op de met fietsmaatje mee willen, kunnen dat aangeven. En er zijn de vrijwilligers die gaan rijden. Wat lief van u. Ja. Oh ja. Ook als je hier rijdt, hè? Ja, het is ook zo mooi om hier te rijden. Ja. Wat wij aan het onderzoeken zijn, is we hadden begrepen dat eenzaamheid een beetje een puntje is in de gemeente Oegstgeest. U knikt? Denk het. Ja, dat hoor ik al. Ja? Ja. Merkt u daar ook iets van? Nou ja, kijk, als je in het verpleeghuis gaat, dan zie je het natuurlijk gewoon in de praktijk. Er zitten heel veel mensen inderdaad die best daar de hele dag gaan zitten. Ja. Dat is natuurlijk best eenzaam. Ja. Te wachten tot er weer bezoek komt. Of vrijwilligers. Lieve mensen zoals u die ze dan op sleeptouw neemt. Ja. Doet u dat al lang, meneer? Ja, een paar jaar. Dus elke week. En wat heeft u doen besluiten dat te gaan doen? Ja. Nou, kijk, ik kan het nu nog. En ik hoop als ik zo oud ben dat iemand anders met mij ook wil rijden. Ah, ja. Dat is lief. Ja. En mevrouw, dan mogen jullie altijd gezellig, hè? Jawel, ja. Ik doe er 3 op een ochtend. Zo zeg. Ja. Ik vind het lief dat u dat doet, meneer. Dank u wel. Ja. Ik hoop dat u het nog lang kan blijven doen. Dat hoop ik ook. Nou, dan gaan we maar weer, mevrouw Namlowi. Ik vind het leuk bij u. Blijven lachen, hè? Ja, echt waar. Ja. Mag ik u dan een klein kusje geven? Ja. Ja? Dat vindt ze heerlijk. Kom hier. Dank je wel. Kom hier, lieve... Ach, dag, mijn lieve mevrouw Namlowi. Ik vind je lief. Ik vind u ook lief. Ach, ja. Ach, goshie. Ja. Nou, dan gaan we nu naar de camper naar straat, hè? Ja. Dat vind je altijd gezellig. Ah. Dag, lieve mevrouw. Dag. Waarom onderhoord je dit? Ja, ik ben een beetje emotioneel incontinent. Maar ik vind het zo lief dat iemand dat doet. En ik zie natuurlijk ook gewoon... ja, mijn eigen vadertje. Dan hoop ik dat mensen dat ook doen. Hè? Ja. Goed, we zijn in Oegstgeest. Ik maak een rondje door Oegstgeest. Even lekker een stukje met de bus rijden.
En dan kijk ik of ik iemand kan vinden die ik een lift kan aanbieden. En een gezellig gesprekje kan voeren met iemand. Loopt iemand, daar loopt iemand. Dag meneer, ik maak een televisieprogramma voor TV West. En in dat programma heb ik als onderdeel dat ik iemand een lift geef. Oké. Okay. Wilt u een stukje meerijden? Nou, heel kort stukje dan. Nou, stap maar in. Waar wilt u naartoe? Ik ben aan het rondwandelen, zeg maar. Gewoon voor de gezondheid. U bent gepensioneerd? Ja. Sinds 5 jaar alweer. 5 jaar. Ja. Ik zal me voorstellen. Ja. Pim. Richard. Richard. En wat heb je gedaan voor werk, Richard? Ik ben in... Als ik je mag zeggen? Ja, je mag. Ja, ik ben mijn hele leven verpleegkundige geweest. Oké. Okay. In ziekenhuizen, psychiatrie en verstandelijk beperkte zorg. Noem ik het goed zeggen. Want zo heet het tegenwoordig. Dat is een beroep dat wel veel met zich meebrengt. Dat heeft wel een lading. Ja, daar heb ik wel wat mee te stellen gehad. Zeg maar. En wat was er zo mooi aan jouw vak? Ja, voor jou? Het er zijn voor de zieke medemens, zeg maar. Ja, ik heb eigenlijk nooit een dag spijt van gehad. Ik heb het bijna 42 jaar gedaan. En als ik nog een keer terugkom op aarde, dan doe ik het weer. Zijn er zaken uit jouw werkverleden waar je nog wel eens aan terugdenkt? Jazeker. Bijzondere momenten of vervelende Sterker momenten? Sterker nog, ik droom er nog wel eens van. Vrij vaak zelfs. Zijn dat dan mooie dromen of zijn het eerder nachtmerries? Het zijn nachtmerrieachtige, ja. Kan je ja. Dus eens schetsen? Ik kan zeggen dat ik een jonge man verpleegde in de psychiatrie. En die studeerde medicijnen, die was al heel end. En op een gegeven moment ontdekten ze dat hij, dat noemen ze dan een bipolaire stoornis had. Die heeft zich van het leven beroofd, zeg maar, waar ik echt bij was. Dus dat was een hele nare zaak. Hoe kwam hij dan aan zijn einde? Door ophanging. Hij hing in de hal, zeg maar. Dus dat beeld staat nog regelmatig op jouw netvlies? Dat staat nog heel goed op mijn netvlies, ja. Ja. Ik vind het nogal wat. Ja, hè? En ik dat heb had je ook niet gedacht. Je. Dankjewel. Ja. Maar ja, het leven zit er voor mij al voor een heel stuk op. Ik vond het wel moeilijk om 70 te worden, moet je zeggen. Ja, zie je dat zo? Ja, nou, ja, ik heb qua gezondheid toch wel het een en ander meegemaakt. Laat ik zeggen, ik zou het top vinden als ik 75 word of 78. Dan vind ik mezelf wel heel oud. Je zegt eigenlijk dat je over 5 jaar... Ja, dat denk ik, ja. En niet meer bent misschien? Dat denk ik. Dat dan oké is? Ja, dat is dik oké. Wat ik gedaan heb is, 3 jaar geleden ben ik weer op de motor gestapt. Ik rijd bijna iedere dag. Heerlijk! En dan vergeet je echt alles hoor. Dat is echt zo mooi. Nou Richard, dit is de plek waar ik je opgepikt heb. Ja. Kan je wandeling weer voortzetten. Ja, dankjewel. Beste. Dankjewel. Jij ook. Probeer nog wat langer mee te gaan dan 5 jaar, hè? Ja. Aan het begin van de uitzending vertelde Wiki Pim dat de brandweer 300 jaar bestaat in Oegstgeest. En nou zijn Annelies en ik toevallig dol op mannen in uniform. Dus ik ga even wat regelen. Wiesje? Ik heb een kleine verrassing voor je gefixt. Ja, want dat vind ik leuk. Als het goed is... De brandweer in Oegstgeest bestaat uit vrijwilligers. En zij nemen ons mee naar de kazerne. Nou, jullie bestaan 300... Nou, jullie bestaan niet 300... Nou, maar de brandweer in Oegstgeest. En hier is het allemaal mee begonnen, als ik het goed heb begrepen. Toch? Klopt. Je ziet hier boven een aantal stokken liggen en slangen. De stokken die werden door die gaten gestoken. Ja, ja. Ja. En aan beide kanten stonden 4 mensen te pompen. Ach. Aan één kant had je de zuigzijde. Die lag in de sloot met de zuigkorf. En de andere kant had je de perszijde. En daar ging het water richting de brand. Ja. Op de deur van de kazerne staat vanwege het jubileum een prachtfoto van het gehele korps. Dit is Harm. Ralf Smit, die woont hier ook 3 deuren vandaan. Dit is Benno, die woont hier 5 deuren vandaan. Hans Rutte, onze meester timmerman. Danielle, een van de 2 vrouwen die we nu nog hebben. We hadden er op een gegeven moment zelfs 5. Kijk aan. Maar ja, jullie vieren nu 300 jaar. Maar je viert eigenlijk ook een soort afscheid, begreep ik. Ja, klopt. Ja, door de verplaatsing van de post in Leiden, die nu de Merenweg zit, naar de Schipholweg, zit de beroepsband weer zo'n 2,5 minuut dichter bij Oegstgeest en Leiden-Dorp.
En ja, dat was ook aanleiding voor de regio om een bezuiniging door te zetten. En post Oegstgeest en post Leiderdorp te sluiten. En dan kunnen we zeggen, we hebben de foto's nog. We hebben de foto's nog, ja. En we hebben de mooie herinneringen. Ja. En dan komt de ladderwagen in beweging. En ik vermoed dat ik al weet waarom. Ik mag mee omhoog voor het allermooiste uitzicht over Oegstgeest. Hoe hoog zitten we nu? Kan ik nu niet zien. Als die stopt is het 30 meter? Zitten we net onder de 30 meter. Oké. Hoe vaak doe jij dit? Te weinig. Want je vindt het zo leuk? Het is een mooi stukje van het pak. Oké. Klopt. Maximaal. Oh, dat is echt heel hoog. Holy shit, dit is echt heel hoog. Met de tekst, ja, dit is al een wat oudere ladder. Ik weet niet hoor. We doen het nog steeds en we staan boven. Right. Maar we kunnen ook weer naar beneden over. Naar beneden, zeker weten. Ik vond het niet zo'n hele goede tekst. Oude ladder of niet, kom gelukkig mooi weer veilig beneden. Het is een mooie club mensen en ondanks dat ze straks in Leiden zitten met de kazerne, zoeken ze nog steeds nieuwe collega's. Ik heb er per 1 juli weer eentje bij, die moet er ook in de opleiding. Dus er melden zich nog meer mensen aan in de loop van het jaar. Dan gaan we een serieus gesprek aan. En als ze ook daadwerkelijk mee willen. Oh. Oh. Kregen we niet eens meer de kans om nog telefoonnummers uit te wisselen. Ja, zal ik dan maar even de deur dicht doen? Dat doe ik altijd namelijk. Het is een beetje gek weer. Mooi, regen. Alles gehad vandaag. We hebben alles gehad. Maar dat geeft ook wel weer wat we hebben getroffen in Oegstgeest. Ja. We hebben alles gehad. Ja. Volgende week weer? Ja, weer naar Oegstgeest. Vond het wel leuk. Ja, ik ook. We gaan eigenlijk naartoe volgende week, Annelies. Oh, de week uit boven. Oh, dat weten we niet uit ons hoofd. Misschien wel bij u. Zou zomaar kunnen. Wacht, Annelies! Deze is gek! Zo mogen we natuurlijk nooit meer terugkomen. Dat zou niet hetzelfde. Thanks for the little things you do for me.